Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Toplijstjes. Met vandaag een top 10 van games die verboden zijn in meerdere landen of zelfs de hele wereld om bizarre redenen. Voordat we beginnen met de video hebben we een leuke game die niet verboden is, wereldwijd meer dan 20 miljoen spelers heeft en die in de top 5 heeft gestaan in de App Store. In de game Vikings War of Clans bouw je je eigen imperium op. Uniek aan deze game is dat je vervolgens een strijd kan voeren tussen twee landen. Je kan de game spelen hoe jij het wilt. Hou je ervan om mensen te commanderen, word dan clanleider. Heb je meer een economisch hart, dan kun je jouw skills gebruiken om een stad te bouwen. Ten slotte kun je er ook voor kiezen om de strijd aan te gaan met je vijand en hem te laten zien wie het sterkst is. Hoewel de echte vikingen zijn uitgestorven, heeft het spel Vikings 10 keer zoveel spelers als de oorspronkelijke vikingpopulatie. Breng de vikingen weer tot leven en installeer het spel nu door op de speciale link in de beschrijving te klikken. Je krijgt dan direct 200 goud en een schild namens Toplijstjes, zodat je beter wordt dan de rest van de spelers. Veel plezier en laat weten wat jij van de game vindt. Op de 10e plek uit het lijstje staat de zogeheten game Carmageddon. Dit spel bestaat uit een serie van verschillende racespellen die werden ontwikkeld door Stainless Software. Waar Carmageddon zich onderscheidt van andere racespellen, is de opzet van het spel. Want waar het bij de meeste racespellen het doel is om zo snel mogelijk over de finish te rijden, verzamel je hier punten door zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Door dieren zoals koeien en schapen dood te rijden, ontvang je extra tijd. Rijd je een voetganger dood, dan ontvang je naast extra tijd ook nog eens extra geld. Er valt verder bonus te behalen met een prestatie zoals achteruit doodrijden van een voetganger met een rollator. Niet echt een vriendelijk spel dus. En om het nog erger te maken, kun je de karakters uit het spel aanpassen aan jouw gedachten. Heb jij nou bijvoorbeeld een enorme hekel aan je ex of schoonmoeder, dan upload je zijn of haar foto en wordt deze op de karakters in het spel geplakt. Lukt het je vervolgens om alle voetgangers dood te rijden, dan win je het spel. Omdat deze game zo agressief en schokkend is, is het in meerdere landen verboden. Zo werden de voetgangers in Duitsland en Engeland vervangen door zombies. Maar gamemaker Stainless zorgde voor een patch zodat gebruikers thuis weer het originele spel konden herstellen. Manhunt staat op de 3e plek. Het spel werd uitgebracht door Rockstar, wat bekend staat om zijn controversiële games zoals GTA. In Manhunt bestuur je een crimineel die spelers uit het spel op gruwelijke wijze ombrengt met wapens en andere martelmethoden. In de game kun je 3 soorten executies uitvoeren. De snelle witte executie, de gewelddadige gele executie en een gruwelijke rode executie. Hoe moeilijker de executie, hoe meer geld je ervoor ontvangt. Tijdens de executie zie je alles gebeuren en kies je zelf welke methode je toepast. Hierdoor leef je je helemaal in en wordt het spel dus ook als te gewelddadig gezien. Het spel zou naar verluid zelf zo gewelddadig zijn dat de moord op Stephen Pekira door de Britse Warren LeBlanc geïnspireerd zou zijn door het spel Manhunt. Hierdoor werd de game uit de winkels gehaald, maar niet voor lang. De politie trok bij een onderzoek de conclusie dat het spel niks te maken had met de moord en dus werd het spel weer in de schappen gelegd. Het razend populaire spel Pokémon Go staat op de 8e plek. Hoewel deze game nog steeds op heel veel plekken gespeeld wordt, is het verboden in meerdere landen en op veel openbare plekken. Het spel veroorzaakt in veel gevallen erge overlast. Denk hierbij aan de Pokémonplek in Kijkduin. Dit begon als een leuke attractie voor Pokémon-fans. Maar nadat er overlast werd ervaren door omwonenden en beschermd natuurgebied kapot werd getrapt, was de lol er snel vanaf. Hier in Nederland is de app echter gewoon nog beschikbaar. In Iran dachten ze daar anders over. Zij zagen de problemen al aankomen en hebben de app dus vanaf het begin verboden en niet in de appstores laten komen. Om te voorkomen dat de app via sites van derden werd geïnstalleerd, is ook de verbinding met de Pokémon-service geblokkeerd. Iraanse autoriteiten zeggen zo gevaarlijke situaties te hebben voorkomen. Hoewel dit deels gelijk is, is het misschien een beetje overdreven. Zeker aangezien ze niet willen zeggen om welke veiligheidsreden het precies gaat. Ook Fallout 3 is op meerdere plekken geband om zijn aanstootgevende content. Onder andere Australië en Duitsland waren hier één van. De game speelt zich af in 2277 in een wereld waar 200 jaar geleden een atoombom alles heeft verwoest. Enkele mensen hebben dit overleefd en zij gaan in de game op zoek naar hun ouders. In Australië lag het probleem vooral bij de drugs in het spel. De drugs waren namelijk zo echt gemaakt dat ze visueel gezien hetzelfde waren als de echte wereld. En aangezien dat voor ex-drugsgebruikers kan leiden tot verslavingen, werd dit verboden. In Duitsland lag het probleem bij het geweld wat in het spel voorkwam. Volgens meerdere organisaties was het spel te gewelddadig en zou het incapabele mensen kunnen aanzetten tot slechte dingen.
Het spel werd in totaal 3 jaar uit de schappen gehaald. Maar na die jaren kwamen ze erachter dat het spel toch niet heel veel gewelddadiger was dan spellen die wel verkocht mochten worden. En dus kwam het weer terug in de winkels. De game Bully is ook gemaakt door het bedrijf Rockstar Games. In de game Bully speel jij de pestkop en is het het doel om het personage zoveel mogelijk te pesten. Alles speelt zich af in en rond een middelbare school. En het doelwit is een nieuw jongetje dat niemand kent. Oftewel, de game gaat exact hetzelfde als in de echte wereld. In de game pest je op verschillende manieren. Maar vaak gaat het om lichamelijk geweld waar niemand wat mee te maken wil krijgen. En daarom vonden veel mensen het spel te ver gaan. Door de game in de winkels te laten liggen, zouden kinderen de lol van pesten gaan inzien. En dat zou weer leiden tot nieuwe pesters. Om dit te voorkomen besloot de Braziliaanse overheid Rockstar Games te verbieden het spel te verkopen. Zou je het spel toch verkopen of er een kopie van bezitten, dan kan je in Brazilië kans maken op een boete van 1000 Braziliaanse real, wat gelijk staat aan zo'n 220 euro. Wolfenstein 3D was in 1992 uitgebracht en was dan ook nog verre van realistisch. Maar desondanks werd het spel wel verboden in Duitsland. De reden hiervoor waren de beelden. Zoals iedereen namelijk wel weet, heeft Duitsland een duister verleden en daar zijn ze nou verre van trots op. Daarom zijn zowat alle tekenen wat betreft het nazisme verboden. Op geen enkele wijze mag je ergens dingen publiceren met een hakenkruis en zelfs in het bezit zijn ervan is al genoeg voor een enorme straf. En daarom ging de game niet goed samen met de Duitse normen en waarden. Wolfenstein draait namelijk om het uitschakelen van de nazi's. Je moet SS'ers, Duitse herdershonden, soldaten en uiteindelijk zelfs Adolf Hitler in de game vermoorden. De game zit dus vol met beelden van hakenkruizen en andere tekens van de nazi's. En hierdoor mocht de game niet worden uitgebracht. De gamemaker was hier natuurlijk niet blij mee en zorgde ervoor dat er een gecensureerde versie kwam. Deze versie heeft zo goed als dezelfde opzet, maar er zijn geen hakenkruizen en andere aanstootgevende verwijzingen naar de nazi's te vinden. Gelukkig maar. Grappig en vooral opvallend is de game Football Manager 2005. De meeste games uit deze lijst zijn verboden als gevolg van aanstootgevende content, maar bij deze game lag het vooral politiek gezien een beetje gevoelig. Football Manager is een game die te vergelijken is met FIFA. Je kiest een team of land en met die spelers speel je vervolgens een potje voetbal tegen elkaar. Maar het kiezen van een land is iets wat China niet zo aanstond. China heeft namelijk een conflict met Taiwan, waarbij China zegt dat Taiwan bij China hoort en Taiwan zegt onafhankelijk te zijn. In de game kun je bij het kiezen van landen ook het Taiwanese voetbalteam kiezen. Maar omdat China vindt dat Taiwan geen land is, mocht het spel daar niet verkocht worden. Nu is het spel speciaal voor China aangepast. In die versie is Taiwan uit het spel verwijderd en maakt Taiwan een deel uit van China. De echte jonge kijkers hebben er misschien nog nooit van gehoord, maar de rest kent het spel ongetwijfeld. Flappy Bird. In deze game moet je een vogel door zoveel mogelijk buizen manoeuvreren. Hoewel dat er makkelijk uitziet, is het verrekte lastig. Je timing moet perfect zijn, wil je niet op de buizen botsen. En aangezien dat vaak gebeurt, ligt de verleiding om telkens een nieuw spel te starten erg hoog. Spelers raakten vrijwel direct verslaafd aan het spel. En nadat het op social media werd gedeeld, kwamen er binnen no time 50 miljoen downloads. Dat klinkt erg positief, maar de appmaker dacht er anders over. Het spel was heel erg verslavend, terwijl hij dit niet bedoelde. Mensen leden eronder en dus besloot hij de app te verwijderen. Na dit gedaan te hebben waren sommige mensen die de app niet hadden zelfs zo gefrustreerd dat ze telefoons overkochten waar de app wel op stond. Sommige van deze telefoons werden aangeboden voor meer dan 1000 euro. Maar of er ook iemand is geweest die deze prijs ervoor heeft betaald is onbekend. Gamen wordt soms nog een beetje gezien als iets voor mannen. De Kai game maakt dit weer goed duidelijk. In de game worden er vragen gesteld die je als speler moet beantwoorden. Doe je dit, dan mag je door naar het volgende level. Maar dat is niet waar het om draait. Bij elk goed antwoord krijg je als beloning een videoclip van een vrouw te zien die haar shirt omhoog doet om haar borsten te laten zien. Naarmate je verder komt in het spel worden er steeds mooiere borsten laten zien. Verder zit er geen doel achter het spel, maar voor de simpele man maakt dat niet uit, die is tevreden. Hoewel sommige mannelijke spelers geen kritiek kunnen bedenken op het spel, ligt het bij het andere geslacht natuurlijk wat gevoeliger. Het spel is immers behoorlijk denigrerend tegenover vrouwen. Daarnaast zijn de vrouwen die in het spel zitten het bijvoorbeeld ook helemaal niet eens met de manier waarop ze in beeld zijn gebracht. Eén vrouw wist bijvoorbeeld niet eens dat de clip gebruikt zou worden voor het spel. Maar dat was niet de doorslaggevende factor om het spel te laten verwijderen. Dit was namelijk een van de meiden die op de foto nog maar 17 jaar oud was. A.k.a. niet volwassen. Zo'n foto is dus illegaal en het spel moest dan ook uit de verkoop worden gehaald.
Op de eerste plek staat het meest aanstootgevende spel wat wij hebben kunnen vinden. Active Shooter is een first-person shooter die niet heel veel afwijkt van andere shooters op één ding na. Want waar de meeste games zich afspelen op straat, vindt Active Shooter plaats op een middelbare school. Je moet een zo groot mogelijk bloedbad aanrichten en op zo'n locatie vindt ieder weldenkend mens dat natuurlijk afschuwelijk. En mocht je het niet weten, dat is een enorm probleem in de Verenigde Staten waar wapens voor iedereen beschikbaar zijn. Er vinden hier bijna wekelijks schietpartijen plaats op scholen en dat is natuurlijk ook waar deze game op duidt. Daarom is het spel vrijwel direct verboden. Het spel overschrijdt niet alleen de normen en waarden, maar psychologen zeggen ook dat kwaadwillenden het spel kunnen gebruiken als oefening. En dat wil niemand. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!